Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 14 van de Eredivisie en natuurlijk de Europese wedstrijden van de Nederlandse clubs. Ajax heeft met 1-2 gewonnen van Besiktas, wat betekent dat ze doorgaan in de Champions League. Dus dat doen ze hartstikke goed, lekker bezig Ajax. Ook PSV won met 2-0, wat betekent dat ze in ieder geval overwinteren. Hoeveel ze worden in de pool is nog niet duidelijk. Jablonec AZ werd 1-1, wat betekent dat AZ groepshoofd is geworden in de Conference League. Dus die gaan ook overwinteren. En hetzelfde geldt voor Feyenoord, die 2-2 speelde tegen Slavia Praag. Ook Feyenoord gaat door naar de volgende ronde. En Stade Rennes Vitesse werd 3-3. Die heeft al goede zaken gedaan, alleen die moeten nog heel eventjes over de streep trekken. Speelronde 14 van de Eredivisie was daarentegen erg slecht en erg kut. Dat kun je al aan de uitslagen zien. Het begon goed. NEC Cambuur werd 2-3 en Fortuna Sittard Groningen werd 1-4. Dat zijn mooie getallen. Maar dan hebben we de volgende wedstrijden. PEC RKC werd 0-0. Willem II Go Ahead werd 0-1. Sparta Ajax werd 0-1. Twente Feyenoord werd 0-0. FC Utrecht Heracles werd 1-0. Heerenveen PSV werd 1-1 en Vitesse AZ werd 0-0. Echt een waardeloze week als je het mij vraagt. Dit is de ranglijst van de Eredivisie op dit moment. Ajax staat bovenaan met 33 punten, dan komt PSV met 31 punten. Feyenoord staat derde met 29 punten. Utrecht vierde met 26 punten. Cambuur staat vijfde, heel knap, met 24 punten. Dan komt Vitesse met 23 punten. FC Twente staat zevende met 22 punten. Dan komt Go Ahead met 20 punten. NEC staat 9e met 19 punten. Heerenveen en Willem II hebben 18 punten. AZ staat 12e met 17 punten. Ook FC Groningen heeft 17 punten. Heracles staat 14e met 14 punten. Dan komt RKC met 12 punten. Sparta staat 16e met 10 punten. Dan komt Fortuna met 9 punten. En onderaan staat PEC Zwolle met 5 punten. Dan is dit de voorspellers top 8. Jarno staat bovenaan met 130 punten. Dan komt Games for the Gamers met 126 punten. Massimo staat derde met 123 punten. Dan komen Joey en Stan samen op de vierde plek met 120 punten. Ikzelf en Martin, die weer terug is in de top 8, hebben 117 punten en staan op de zesde plaats. En Hekkie staat achtste met 115 punten. De rest van de stand is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. En de weekwinnaar is Martin Hoekstra, die zichzelf dus ook weer in de top 8 heeft gespeeld. Dus dat doet hij hartstikke goed. Dan hebben we een aantal inhaalwedstrijden die we gaan voorspellen voor deze week. Feyenoord moet thuis tegen Heracles. Die wedstrijd was verplaatst omdat Feyenoord een belangrijk Europees duel speelde. Hetzelfde geldt voor AZ. Die moeten donderdag tegen Fortuna Sittard. En de wedstrijd Ajax-Willem II is niet echt een inhaalwedstrijd meer. Een vervroegde wedstrijd, want die zou eigenlijk komend weekend gespeeld moeten worden. Maar dat is niet, die is naar voren geplaatst. Dus die zet ik even bij de inhaalwedstrijden. Want die wordt al donderdag gespeeld. Ajax tegen Willem II. En dan zijn dit de wedstrijden, dus maar 8 voor speelronde 15. FC Groningen tegen PEC Zwolle. PSV thuis tegen FC Utrecht. Cambuur ontvangt Vitesse. Heracles moet tegen Heerenveen. RKC ontvangt NEC. AZ moet thuis tegen Sparta. Go Ahead Eagles tegen FC Twente. En Feyenoord tegen Fortuna. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog, zie ik je heel erg weer bij de volgende aflevering. Ik heb nog één ding te zeggen, dat is adios amigos.